Waarom zou iemand ooit op een man als Adolf Hitler stemmen? Hoe kon zijn partij, de NSDAP, bij de verkiezingen van 1933 meer dan 40% van de stemmen binnenhalen? Waren de Duitsers soms blind voor zijn agressieve politiek? Konden ze dan al niet van mijlenver zien aankomen dat hij miljoenen mensen de verdoemenis in zou helpen? Dat oorlog onvermijdelijk was met zo'n heetgebakerde driftkikker aan het roer? Natuurlijk konden de Duitsers in de jaren 30 niet de toekomst voorspellen. En als ze dat wel hadden gekund en hadden geweten dat hun leven een verschrikkelijke wending zou nemen, dan zouden ze natuurlijk nooit op Hitler gestemd hebben. Dus om te begrijpen waarom de boodschap van Hitler bij zoveel aansloeg, moeten we een analyse maken van de toestand van Duitsland in de jaren daarvoor. Wat waren de oorzaken van de opkomst en de populariteit van het Nationaal Socialisme? En welke gevolgen had dit voor Duitsland en de rest van Europa? Tussen 1914 en 1918 was het Duitse Keizerrijk verwikkeld in de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers vochten samen met Oostenrijk tegen de Russen in het oosten en tegen Frankrijk en Engeland in het westen. Tijdens de oorlog bestond het Duitse leger uit 11 miljoen soldaten. Ze waren bewapend met voor die tijd hypermoderne wapens zoals tanks, machinegeweren en gifgas. Het Duitse leger was efficiënt, fanatiek en meedogenloos. De Duitse officieren vertelden hun soldaten voortdurend dat ze onoverwinnelijk waren en dat de vijand een soort onmenselijk ongedierte was. Maar na vier jaar oorlog werd het Duitse leger verslagen, mede dankzij de hulp van de Amerikanen aan het Westfront. In de nadagen van de oorlog vluchtte de Duitse keizer Wilhelm II naar Nederland en werd in Duitsland de Republiek uitgeroepen. Het verslagen Duitsland kreeg een nieuwe sociaal-democratische regering. In die dagen overheerste een gevoel van nationale schande en vernedering. Het onoverwinnelijke Duitsland was op de knieën gedwongen. En het land werd tijdens de vredesonderhandelingen in Versailles aangewezen als hoofdschuldige van de oorlog. Het verloor als straf 13% van haar grondgebied aan de vijand, waaronder de economisch meest productieve gebieden. En Duitsland moest daarnaast miljarden aan herstelbetalingen ophoesten. In die context was het vertrouwen in de republikeinse regering niet hiel. Extremistische groepen teleurgestelde soldaten brachten Duitsland aan de rand van een burgeroorlog. Een communistische revolutiepoging werd met veel geweld neergeslagen en ook andere staatsgrepen mislukten. Er verspreidden zich allerlei complottheorieën, zoals de dolkstootlegende. die hield in dat Duitsland niet was verslagen door de vijand, maar dat socialistische of Joodse verraders binnen Duitsland het leger als het ware in de rug hadden gestoken. Een van die extremistische groepen die in de jaren na de Eerste Wereldoorlog ontstond, was de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij, de NSDAP. Adolf Hitler, die ook als Duitse soldaat had gevochten tegen Frankrijk, bezocht de partijbijeenkomst in München. Toen hij een kritisch weerwoord uitte tegen een van de sprekers die daar aanwezig was, waren de partijleiders onder de indruk van zijn gepassioneerde manier van spreken. Ze vroegen hem lid te worden en al gauw schopte Hitler het tot voorman van de NSDAP. In 1923 probeerde Hitler en de NSDAP een staatsgreep te plegen in München, die mislukte en Hitler kwam in de gevangenis, waar hij de tijd had om zijn autobiografie en toekomstvisie uit te werken in een boek Mijn Kampf: Mijn Strijd. Ondanks alle staatsgrepen, wraakgevoelens en het wantrouwen in de sociaal-democratische regering hield ze stand. In de tweede helft van de jaren twintig veerde de economie weer op, dankzij een pakket Amerikaanse leningen, waarmee het land opgebouwd kon worden en de herstelbetalingen konden worden afgelost. Berlijn werd in die jaren een culturele broedplaats, waar geëxperimenteerd werd met nieuwe vormen van kunst, muziek, theater en architectuur. Maar in de ogen van veel conservatieve Duitsers was dit geen puur Duitse cultuur, maar een ontaarde cultuur van wilde. Duitsland had zichzelf bovendien afhankelijk gemaakt van Amerikaanse leningen en was daardoor nog steeds erg kwetsbaar. Onder de oppervlakte waren die gevoelens van onvrede en teleurstelling nooit helemaal weg. Toen in 1929 de Amerikaanse economie instortte, trokken banken en andere financiers hun leningen terug uit Duitsland. Het land raakte in een diepe economische crisis. Miljoenen mensen raakten hun baan kwijt en het vertrouwen in de toekomst verdween als sneeuw voor de zon. De politieke instabiliteit was weer terug. En net als in de jaren net na de Eerste Wereldoorlog was die instabiliteit gunstig voor extremistische partijen zoals de NSDAP. Adolf Hitler was inmiddels uit de gevangenis en had zijn partij nieuw elan gegeven met behulp van zeer goed uitgedachte propagandacampagnes en ook knokploegen in strakke uniforms. De NSDAP groeide in de jaren uit tot een massa-organisatie. Hitler kreeg met zijn bevlogen toespraken talloze mensen op de been. In heldere bewoordingen beloofde hij Duitsland te zuiveren, de welvaart te vergroten, de nationale eenheid te versterken en een einde te maken aan de beklemmende afspraken uit het Vredesverdrag van Versailles. Hitler en niemand anders zou de glorie en grootheid van Duitsland weer kunnen laten herleven. Hij inspireerde de Duitsers om weer trots te zijn op hun land na meer dan tien jaar vernedering en ellende. Daarom sloeg zijn boodschap aan bij miljoenen vrouwen, werklozen en veteranen die niets liever wilden dan een beetje hoop. Bij de verkiezingen van 1933 werd de NSDAP dus de grootste partij en werd Hitler benoemd tot Rijkskanselier. Toen begin 1933 de Rijksdag afbrandde, schoof Hitler de schuld daarvan in de schoenen van de communisten. Daarna zette hij met speciale wetgeving de Grondwet en het parlement op non-actief. En vervolgens begonnen de naties met de opbouw van een totalitaire staat. Politieke tegenstanders, critici en Duitsers die onzuiver werden geacht, kregen te maken met propaganda en terreur. Vooral de Joden, die vaak al generaties lang in Duitse steden woonden, werden gemarkeerd en het leven steeds moeilijker gemaakt. De hele samenleving werd genazificeerd. Onderwijs, het verenigingsleven, bedrijven en organisaties kwamen allemaal onder direct toezicht te staan van de NSDAP. Er was geen scheiding meer tussen de partij, de regering en het openbare leven. Knokploegen en de geheime politie bewaakten de nieuwe orde in Nazi-Duitsland. Desondanks herstelde de economie zich. Grote bouwprojecten zorgden voor werkgelegenheid en ook in het leger en in de wapenindustrie was volop werk. De herbewapening van Duitsland was in tegenspraak met het Verdrag van Versailles, maar zoals je weet had Hitler beloofd zich daar niet veel van aan te trekken. Hitler loste bijna al zijn beloftes in. Daarna begonnen de naties met het opeisen van Duitsstalige gebieden: Oostenrijk en het Duitsstalige deel van Tsjechoslowakije en de bezette gebieden aan de grens met Frankrijk. Bij de conferentie van München in 1938 spraken Hitler en de Franse en Britse premier af dat de uitbreiding van Duitsland zou stoppen. Maar na nog een jaar later brak Hitler zijn belofte door Polen binnen te vallen op 1 september 1939. In de nazi-ideologie was het de lotsbestemming van de Duitsers om heer en meester te worden over Oost-Europa. Daar was de leefruimte of levensruim van het Duitse ras. Nauwelijks twee jaar later waren grote delen van Oost- en West-Europa in handen van de Nazis. De bezette gebieden doorgingen eenzelfde proces als Duitsland in de jaren 30. De rechtsstaat en grondwet werd, werden buiten werking gesteld en de samenleving werd genatificeerd. Joden werden ook in de bezette gebieden uit het openbare leven geweerd en zwart gemaakt via propaganda. Uiteindelijk werden de Joodse burgers van Europa afgevoerd naar vernietigingskampen. Hitler wilde een duizendjarig rijk stichten waarin Duitsers als superieur ras zouden heersen over minderwaardige rassen. Die moesten worden vernietigd nadat ze als slaven waren uitgebuit. Maar al in 1943 keerde het tij. Vanuit het zuiden begonnen de Amerikanen aan de bevrijding van Noord-Afrika en Italië. En in het oosten versloeg het Rode Leger van de Sovjet-Unie de nazi's bij Stalingrad. In de zomer van 1944 lanceerden de geallieerden operatie Overlord in Frankrijk, waarmee de bevrijding van West-Europa begon. Nog geen jaar na die day gaven de naties zich over. Hitler had inmiddels zelfmoord gepleegd in zijn bunker in Berlijn. Zijn duizendjarig rijk heeft het uiteindelijk nog geen dertien jaar uitgehouden. En voor de tweede keer in een halve eeuw stapelde de ellende in Duitsland zich huizenhoog op, terwijl het land werd bezet door Fransen, Britten, Amerikanen en Russen. Hoe zou de toekomst van Duitsland eruit zien? Dat leer je in de volgende video. Dankjewel voor het kijken.